met deze kerstkaart. Ik vond mijn buurman hiernaast gehad. Hoe lief. Ja. Dat Michel, hartstikke bedankt, jongen. Van Francis, die van een week bij mij is geweest, weten jullie nog wel? Dat ze in het water was gevallen met Rijka, etc. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag eerste kerstdag, 25 december. Ik had van de week nog meer kerstkaarten gekregen. Die wil ik jullie laten zien. Wanneer ik ze gekregen heb, weet ik allemaal niet meer. Maar deze kerstkaart heb ik van mijn buurman hiernaast gehad. Hoe lief. Ja, dat Michel, hartstikke bedankt, jongen, dat je aan me hebt gedacht. Vind ik lief. Die is ook heel erg lief. Die heb ik gekregen van Francis, die van een week bij mij is geweest, weten jullie nog wel? Dat ze in het water was gevallen met Rijka, et cetera. Dus hartstikke lief. Dankjewel, lief zusje. Ja. Dus hartstikke bedankt. Ja, hartstikke lief. Nou ja, ik heb een surrogaatdochter. En dan staat er ook op afzenden je dochter, Willemien. Nou, ook hartstikke lief. Wat ik niet had verwacht. Dit kleine kerstkaartje. Ik ben in de zomer ergens naar het Oleahof geweest, waar iemand op lag gebaard, die Karin en ik heel goed konden. En dat was Nel. En daar de familie van. Bedankt voor uw medeleven. Wat een leegte zonder mijn lieve mama. Familie Nel Steffens. Nou, het was Nel die daar lag. En daar de familie van. Lieve groet. Pamela. En Jane, en Leroy, en Bram. Dus ja, ook lief. Fijne, ja, kerstdagen. Prettige kerstdagen. Nou ja, Jack staat daar. Jack van Cirelo. Dus ook hartstikke bedankt, Jack. Ja. En deze vind ik super mooi. Ja, deze vind ik echt heel super mooi. Dat is mijn zoon. Althans, de zoon van Jack, van mijn mannetje. Dus het is eigenlijk een stiefzoon. Maar het wordt je stief op een hekel aan, dus. Zoon. En dat is een vriendin. Dave staat erop. Ik weet niet hoe ik dat hondje uit moet spreken. C-H-I-O-E-C-U. Zij heet Jane. Janie. En dan Olak of zoiets. Ja. Ze hebben allebei een hondje en een cent. Nee, Janie, ja, Olak en Sam, geloof ik. Nou ja, kijk, ik laat het zo wel zien, er staat toch geen adres op. Nou, toch leuk? Ik vind van wel. Ja, dus
leg ik weer op tafel terug. Ik heb onder de kerstboom nog twee cadeautjes. Die ik voor Karin en Roderick moet ik ook nog uitpakken. En dat zal ik ook met jullie doen, maar ik leg dit even op de eettafel. En zoals jullie zien en begrijpen, gaat dat nog lang niet goed met mij. Het wil niet. Barstende hoofdpijn, misselijk. Ik heb nou wel een broodje staan in een beker thee. De meisjes die worden keurig netjes uitgelaten. Dat wordt allemaal voor me gedaan. Hartstikke lief en aardig. Enkel, ik heb het vanochtend wel vernomen, maar ik heb het niet gezien. Pak ze allebei. Het zijn er twee. Zo duidelijk op voor mama. En die ook. Nou ja, wie het kleinste niet eert, is het grote niet weert, zeggen we dan. Is hij flink bezig geweest met plakband en daar ga ik nog totaal geen zin in. Dan word ik kriegelig. Ja, het zal. Hou eens op. Hou eens op. Ophouden. Dat zeg ik, hè. Oh. Ik ga even mijn kleine schaartje uit de keuken halen. Krijg je het nog niet gedaan? Kanonne. Gooi genade. Karin, alsjeblieft. Hoe moet ik dat open krijgen, meisje? Misschien beginnen aan. Echt? Ja. Er zit een gat in. Nee, is niet voor mij, is voor de hondjes. Geloof ik. Find your happy place. Fresh. Ik weet het echt niet hoor. Nee, vragen we wel. Nee, ik hier nog zo'n soort verpakking. Voelt hetzelfde aan.
Die kun je wel makkelijker openen. Zo. Blijf nou liggen. Zo voor mij. Zo moet ik geen handmask. Of zoiets. Handmasker. Nou, dat komt dan wel wanneer ik beter ben. Ga ik nou niet vragen nog meer hoofdpijn voor bezorgen om het allemaal te gaan lezen. Maar in ieder geval... in ieder geval dank jullie wel, lieverd. Het komt uit een goed hart. Ik weet het. Ik denk dat dit is echt... Komt wel. In ieder geval dank jullie wel. En ik sluit bij deze weer af. Jullie weten dat vandaag in ieder geval de eerste kerstdag is. En dat ik helemaal niet film momenteel. Dat komt wel. Ik lig meer op bed dan wat anders. Als ik mijn broodje op heb en mijn thee op heb, maak ik weer een warme kruikelaar en dan duik ik er weer lekker in. Gooi ik de meisjes nog een keer buiten. Nee, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 staat ook niet goed, hij wil niet, hij wordt wankel. Rijka, doe eens rustig, meisje. Doe eens rustig. Doe eens rustig. Wat met die pootjes? Ik heb een dekentje om me heen, maar de rest kan er ook af en toe op. En dat moet allemaal kunnen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en maak er wat moois van met z'n allen. Tot de volgende ronde.